heeft in deze OMOEC geleerd te werken met maatschappelijke initiatieven. Wat erbij komt kijken en wat het van u vraagt. U heeft inmiddels geleerd dat die maatschappelijke initiatieven onderdeel zijn van een veel grotere maatschappelijke verandering waar we in zitten. Een verandering die op alle niveaus speelt. Op het niveau van personen, van de straat, maar ook van uw organisatie, maar ook van maatschappelijke systemen. De energievoorziening, de zorg en noem het maar op. Want het klinkt heel leuk en het is ook heel leuk om met maatschappelijke initiatieven aan de gang te gaan. Maar we doen dat om antwoorden te vinden op die grote maatschappelijke uitdagingen. En die impliceren veranderingen op alle schaalniveaus. Niet alleen op het niveau van de straat en de gemeenschap, maar ook binnen uw organisatie. Ook op het niveau van de nationale economie en ook op wereldschaal. En werken op al die niveaus en met die complexe veranderingen, dat brengt nogal wat met zich mee. U kunt weerstanden ontmoeten, u heeft te maken met cynisme van collega's, u heeft te maken met allerlei dilemma's, hou ik die initiatieven vast of laat ik ze los? De kernboodschap is, zoek die energie op, ga aan de slag met die maatschappelijke initiatieven, overwin het cynisme en de weerstanden van uw collega's, leer omgaan met de stroperigheid van de bureaucratie en de grilligheid van de politiek en wees niet bang, zet door en laat u niet afleiden door alle barrières die u tegenkomt. En ik hoop dat deze OMOEC u helpt om dat pad vast te houden. En nu aan de slag.